En op 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar, zijn er 20 baby's geboren in de verschillende ziekenhuizen in het land. Het eerste kindje, een meisje, is verwelkomd in het Slans Hospitaal. Zij diende zich aan om 12 minuten over 12. Het Slans Hospitaal is wederom het ziekenhuis dat de eerste nieuwjaarsbaby mocht verwelkomen. In het academisch ziekenhuis zijn er 4 baby's geboren. Het diaconessenhuis verwelkomde 4. Het Sint-Vincentius ziekenhuis 3. En in het Mungara streekziekenhuis zijn er 2 kindjes geboren. Verloskundige Kimberly Wongsonadi van het Slans ziekenhuis vertelt hoe het eraan toe is gegaan. Ja, wel weer goed teken. Terwijl al die jaren, of de voorgaande jaren, hebben we dus eigenlijk ook altijd als nummer 1 gestaan. Om het zo aan te geven, of de meeste aantal bevallingen gehad. Vorig jaar 2020 hebben we het totaal aan bevallingen 3556. We hebben met z'n allen, dus het hele team, ondanks de COVID-periode ook heel extra ingezet om dit aantal ook te bereiken. Nieuwjaarswens. Nou, laat ik. Dat het veel beter zal gaan. Dat met de COVID-periode dat het dus zal afnemen. Dat we dus eigenlijk, dat wensen we, ik denk ieder, dat het dus ook afneemt. En dat ieder dus de maatregelen dan ook in acht neemt. En dat we ons blijven inzetten. Alles verloskundige Kimberly Wongsonadi. We spraken haar vanmorgen in het kader van de geboorte van de eerste Surinaamse baby in het jaar 2021. In totaal zijn er 20 nieuwjaarsbaby's geboren. In het afgelopen jaar noteerde het Slans Hospitaal 3556 kindjes. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP 2214. Het Diaconessenhuis 2135. En het Sint-Vincentius Ziekenhuis 1276. Van de directie van het Mungara ziekenhuis mochten geen statistieken worden doorgegeven.